Toys for Real is back met another review of a Hot Toys figure. En ja hoor, dit keer gaat het om Blade. Blade 2, Wesley Snipes. Ken je hem? Ik heb deze figuur al een hele tijd. Ik heb deze via eBay kunnen krijgen. Ik ben blij dat hij in mijn collectie zit nu. Dit is denk ik wel een van de figuren waarvan je overladen wordt met accessoires. Deze figuur komt met ontiegelijk veel accessoires. Zware guns, shurikens, een bomber jack, allemaal verschillende soorten poseable hands. Echt om te veel om op te noemen. Well worth it. Het vette van deze figuur vind ik weer dat ik eigenlijk in heel veel reviews de headsculpt had gezien en dat ik eigenlijk niet zo mega fan was van de headsculpt. Ik zag Wesley eigenlijk niet echt erin terug. Maar in real life, nu ik hem eigenlijk voor mijn ogen heb, lijkt hij echt wel op. Of in ieder geval, ik begin er steeds meer in te geloven. Het is hem niet exact, maar als je sommige angles bekijkt, dan zie je echt wel Wesley erin terug. Dus ja, complimenten voor de maker van deze figuur. Nou, dit is de doos van Blade. Zoals je ziet aan de zijkant, zie je zijn headsculpt van de achterkant. Zijn tattoo. Achterkant natuurlijk de mensen die eraan hebben gewerkt. En in dit geval gaan de credits voor de headsculpt naar GC Hung. Ook maker van King Leonidas. En volgens mij, wie was dat nou? Ik ben even de andere figuur vergeten. Ik heb er ook zoveel gedaan in de afgelopen paar dagen. Nou, in principe de packaging is net hetzelfde als de Wolverine figure. Ja, je haalt hem zo open, dat ga ik nu niet meer doen. En dan zie je Wesley Snipes eigenlijk in de packaging. En het grappige is, dit is dan de accessoires waar hij mee komt. En dit was eigenlijk niet echt snel te vinden. Of in ieder geval, je verwacht niet eigenlijk wanneer je de doos openhaalt dat het aan de achterkant bevestigd is. Eigenlijk op de deksel, aan de binnenkant van de deksel, zat deze bevestigd en zag je eigenlijk wat je nog meer aan accessoires met deze figuur meekreeg. Dus ja, in dit geval is dit de doos. And let's go to the figure himself. Wesley in the flesh. Ja, ik moet toch toegeven. Het is a Wesley. Nou, zoals je ziet, dit was in ieder geval wat je meekreeg bij zijn eigen packaging. Stoot je handen. Met vuisten, open handen, handen voor zijn guns om vast te houden. Dat is ook een vette pose als je die hebt, als je beide guns kan vasthouden op deze manier. Ik heb daar wel eens een voorbeeld van gezien. Heel vet. Ik zal even een 360 maken. Ja. Vet met zijn jas zo. Heel gedetailleerd. Zoals hier een gat voor zijn zwaard. Zo wil ik hem denk ik ook posen. En ja, zijn jas. Dat maakt het helemaal af, man. Wesley in the flesh. Oké. You know the procedure. This part 1. Part 2 is coming up more detailed. And check you later. Peace.